Nou, ik heb hier geen zwaar wetenschappelijk verhaal voor u voorbereid. Want dat is ook de bedoeling, dacht ik, dat ik een beetje vis iets moet openen. Of gewoon het thema, ja, is dat wel feestelijk? Kijk, zo zakt letterlijk de bodem onder vandaan. Begint toch goed. Wie kan ik nog vertrouwen? Die vraag heeft deze dagen door de kredietcrisis ongetwijfeld nieuwe actualiteit gekregen. Nu allerlei gerenommeerde instanties in de financiële wereld op wie wijsheid of fatsoen velen lang hadden vertrouwd, helemaal niet zo betrouwbaar bleken, maar met het oog op de onstilbare hebzucht van allerlei geheimbankiers de burger regelmatig vals hadden voorgelegd, ze niet rond, zo niet rondweg hadden opgelicht, van Bernard Madoff tot Nina Brink. Velen in dit land en in andere westerse landen zullen intussen voor zichzelf in gedachten een lijst hebben gemaakt van instanties en lieden die bij nader inzien inderdaad ze toch niet te vertrouwen bleken. En omdat anderen die ons uit hoofde van hun maatschappelijke taak voor zulke instanties en lieden hadden moeten waarschuwen, zulks te vaak hebben nagelaten, zullen velen aan dit lijst nog andere kennelijk niet te vertrouwen lieden toevoegen, die weliswaar ons vertrouwen niet zelf hebben misbruikt om zichzelf te verrijken, maar al dan niet op grond van Old Boys netwerksentimenten in zaken het hem voor toevertrouwde toezicht hebben gefaald. Daarbij zullen velen ook meteen aan politici denken die, in het kader van de decennia lang verkondigde heilsleer, ons hadden aangepraat dat hebzucht goed was en wij daardoor in een permanente win-win situatie waren beland. Politici hebben van nature al te kampen met een latent wantrouwen van de bevolking, omdat zij geneigd zijn om meer te beloven dan concurrerende politici, en daarmee meer te beloven dan zij feitelijk waar kunnen maken. Al was het maar omdat zij bij pogingen om de door hem gedaan beloftes te realiseren, ijverig door die collega-politici worden tegengewerkt, die juist, om juist hun kiezersachterban te plezieren, precies tegenovergestelde hadden beloofd. Kortom, de vraag, wie kan ik nog vertrouwen, heeft opnieuw grote actualiteit gekregen, als zij die actualiteit al überhaupt ooit verloren heeft. Want elke ingewikkelde moderne samenleving is gebouwd op vertrouwen, omdat men anders alles zelf zou moeten doen. Als ik niet op de monteur kan vertrouwen, maar thuis stevast moet nagaan of hij daadwerkelijk al het werk heeft verricht dat hij zo mooi in rekening heeft gebracht. Als ik dus zelf achteraf mijn auto uit elkaar moet halen om alles te controleren, dan had ik mij tijd kunnen besparen indien ik hem niet naar de garage had weggebracht. De vraag, wie kan ik nog vertrouwen, stelt zich in een samenleving waar assertief voor jezelf opkomen als grote deugd wordt beschouwd vanzelf. Omdat dat voor jezelf opkomen in extremere gevallen zich al snel in een geringere betrouwbaarheid jegens anderen vertaalt. Nu gaat het heden ten dagen slechts, gelukkig, om financieel en economisch verlies, tenminste bij ons in het Westen. Als vertrouwen wordt beschaamd, dan is de schade hoofdzakelijk materieel van aard. Dat overlevende slachtoffers dus meestal nog wel, hoezeer ook, begrijpelijk, boos en verbitterd, als die materiële schade enorme omvang aanneemt en de oogst van jaren werken en leven ruïneert. Maar het wordt natuurlijk toch wezenlijk anders indien niet eigen bezit en inkomen, maar het eigen leven op het spel staat en ten onrechte gesteld vertrouwen niet met de geplunderde bankrekening, maar met de dood bekocht kan worden. Zulke extreme situaties doen zich voor in tijden van oorlog en dictaturen. Aan het front kan misplaatst vertrouwen leiden tot een kogel in je kop als blijkt dat de bevelvoerend commandant op het chaotische slagveld toch niet over dat strategisch inzicht en coördinerend organisatievermogen blijkt beschikken dat uit hoofden van zijn schoudersterren mocht worden verwacht. Of wanneer de soldaat naast je, in plaats van de rugdekking te geven waarop je had vertrouwd, bij de eerste knal uit een vijandelijke mitrailleurpijl snel het hazenpad kiest. Vandaar van oudste nadruk in militaire kring op discipline die tot stressbestendigheid moet leiden, die ervoor zorgt dat de leiding er ook in extreme situaties, als natuurlijk een neiging bestaat om voor het gevaar te vluchten, er zo toch op kan vertrouwen dat alle manschappen blijven waar ze zijn, dat zij toch hun ingedrilde taak blijven vervullen, als het ware op de automatische piloot. Hier sta ik, ik kan niet anders, om de befaamde woorden van Luther even te lenen, voor een ongebruikelijke context waarmee de grote reformator persoonlijk geen ervaring had. Met levensbedreigende keuzes uiteraard wel, zoals u weet. Maar nog dringender stelt zich die vraag, wie kan ik nog vertrouwen in een dictatuur? Een dictatuur bestaat vaak bij de gratie van verklikkers en verlinkers, die uit geldbegeerte, carrièrezucht of ook wel oprechte overtuiging, zogeheten subversieve elementen die niet in de dictatoriale heilstaat passen, die daarvoor een bedreiging kunnen zijn
aangeven bij het bevoegd gezag. Een dictatuur bestaat daarmee ook bij de gratie van de angst daarvoor. Omdat niemand zeker weet of niet straks iemand in de eigen werk- of vriendenkring, een spion of verrader, de mol om het in moderne termen te gieten, zal blijken. Denk aan de voormalige DDR, waar soms zelfs iemand door de Stasi was gecharterd om de eigen huwelijkspartner te bespioneren. Of aan kinderen in de Sovjet-Unie die soms zo geïndoctrineerd waren dat ze hun eigen ouders als staatsgevaarlijke elementen bij de KGB aangaven en daarvoor met een medaille werd beloond. Dan weet je dus werkelijk niet meer op wie je kan vertrouwen en voorzichtigheid en stilzwijgendheid wordt bij mensen die langdurig in dictaturen leven dan ook automatisch tot een tweede natuur, omdat elk woord in potentie levensgevaarlijk kan zijn. Hoe harder een dictatuur, hoe verder de tentakels van de veiligheidsdiensten in de haarvaten van de samenleving zijn doorgedrongen, hoe meer de angst regeert. Fortuinisten die het zeggen wat je denkt tot hoogste wijsheid hadden verheven, zou daar maar een kort leven beschoren zijn. Overleven vergt dan niet zeggen wat je denkt, maar zeggen wat men hogerop graag wil horen. Een verschijnsel dat ook in vrije landen, waar zeggen wat je denkt niet levensbedreigend is, maar soms wel de eigen loopbaanperspectieven kan schaden, natuurlijk niet geheel onbekend is. Of wie zegt zijn baas recht in het gezicht dat hij een onvoorstelbare zak is, als hij net op zijn Fiat voor salarisverhoging hoopt. Likken naar boven, trappen naar onder, het gebeurt zelfs in het vrije Nederland. En binnen het vrije Nederland zelfs in wat de tempel van de denk- en spreekvrijheid zou moeten zijn, de universiteit. Kritiek wordt namelijk ook daardoor het management niet altijd bijzonder gewaardeerd, zeker als dat als de vuile was buiten hangen naam en faam van het bedrijf zou kunnen schaden. En dat betekent dat velen hun mond maar liever houden uit angst anders na veel gedoe te worden weggepromoveerd. Dat ik hier nu voor u sta en met zulke optredens als deze mijn brood moet verdienen en niet van een vaste baan en al maar later verzekerd ben, hangt ongetwijfeld ook samen met mijn psychisch onvermogen om op door het management voorgeschreven moment mijn mond te houden. Maar in een vrij land bestaat, ondanks alle intimidatietactieken die zich ook daar tal van machthebbers wel in hun eigen branche hebben eigen gemaakt, altijd de fysieke ruimte voor een tegengeluid, zonder, als in Poetins Rusland, in je trappenhuis sluipmoordenaars met pistolen of prikparaplu's te overvrezen. En dat zorgt ervoor dat zelfs de meest aan eigendunk leidende topmanager hier bij ons nog een beetje bij de les gehouden wordt, doordat hij niet alleen maar gunstige dingen over zichzelf te horen krijgt. In een dictatuur ontbreekt dat correctiemechanisme, en omdat een ongewenste boodschap de boodschapper letterlijk de kop kan kosten, bereiken slechts gewenste boodschappen de dictator, wiens wereldbeeld daardoor onvermijdelijk steeds minder spoort met de realiteit. Dat zien we eigenlijk overal waar machthebbers te weinig tegenspraak krijgen en er lang zitten. Bij Hitler, bij Stalin, bij Mao, in een verre verleden bij absolutistische koningen, in een recent bij figuren als Chavez en Mugabe en we zagen het zelfs bij George W. Bush. Die kreeg van zijn directe omgeving ook vooral de informatie die hij horen wilde, omdat vrije rij die directe omgeving direct de baat opleverde. Zoals Opperbof Rumsfeld zich eens liet ontvangen, omdat de kranten zo negatief waren over Irak, was hij gewoon geen kranten meer. Dat is zeker in een dictatuur een beproefde methode om je van de werkelijkheid af te sluiten. En een dictatuur is uiteindelijk ook de opperdictator zelf, slachtoffer van zijn eigen leugens, omdat hij er, door gebrek aan tegenspraak, uiteindelijk vaak ook zelf in geloven gaat. We zagen dat verschijnsel zelfs bij veel van de topbankiers waar ik in het begin van remte, die nog steeds geen enkel schuldbesef voor hun wandaden tonen, omdat hun gated communities een even afgesloten schijnwereld vormen als de SED-partijbond in Berlijn-Pankow in de DDR 20 jaar terug.